Geachte leden van de gemeenteraad van Hardenberg, dames en heren op de publieke tribune en mensen die ons via de sociale media beluisteren en volgen, van harte welkom bij deze raadsvergadering van dinsdag 16 mei 2017. Ik open de vergadering met mededeling van afwezigheid van mevrouw Kloekhorst en de heer Botter. Anderszins zijn er geen mededelingen te doen. Dat brengt ons bij agenda punt 2, de actuele vragenronde. Behoefte om daar gebruik van te maken. Dat is niet het geval. Dan gaan wij door naar agenda punt 3, vaststelling van deze agenda. Kan de agenda uw goedkeuring wegdragen? Dat is het geval. Akkoord. Dank. Agenda punt 4, het spreekrecht bij de agendapunten. Er hebben zich geen mensen gemeld om in te spreken. Ook nu zie ik geen mensen die dat nog zouden willen. Dus dat betekent dat wij doorgaan met agenda punt 5. Het vaststellen van de besluitlijst van de raadsvergadering van 2 mei 2017. Geen opmerkingen binnengekomen. Dus deze kunnen we ook vaststellen. Akkoord. Dat brengt ons bij het bespreekstuk van vanavond. Agenda punt 6. De gevolgen van de toename aantal asielzoekers en statushouders. Wie zou daarover het woord willen voeren? De heer Boersma, D66. De heer Kloekhorst op Boers.nu en het CDA. En de Partij van de Arbeid. Ik begin bij de heer Boersma. De ChristenUnie. U bent ook genoteerd. Meneer de voorzitter, dank u wel. Bij de komst van het asielzoekerscentrum en de statushouders in Hardenberg is de fractie van de ChristenUnie altijd volstrekt duidelijk geweest. Hardenberg heeft voldoende ruimte om mensen op te vangen en de bevolking is in meerderheid verdraagzaam. Als het ergens kan, dan wel hier, of met de woorden van de soldaat van Oranje te spreken, als wij niet doen, wie dan? De gesprekken over de komst van het ATC verliepen waardig. Er waren wel wat protesten, maar die waren voornamelijk gericht tegen de manier van communiceren door ons als raad en college, maar weinig tegen de komst van de asielzoekers, gelukkig. We spraken over 700 of 500 bewoners van het AZC en door die ontwikkeling van de laatste maanden zijn er nog geen 500 en hebben we tijd om aan elkaar te wennen. Kortom, dat moet wel gaan lukken. Aan elkaar wennen, daar gaat deze notitie over die voor ligt. We spreken de ambities en de speerpunten uit hoe we nieuwe Hardenbergers willen laten integreren in onze samenleving en de kans geven te participeren. Mooi dat vluchtelingenwerk, na de bezuinigingsrondes die we hier gehad hebben, meer budget krijgt. Goed dat er geld beschikbaar is voor integratieprojecten, coördinatie van de vele initiatieven. De komst van asielzoekers en statushouders naar Hardenberg legt wel een scheidslijn bloot die misschien door de bevolking loopt. Een deel, naar ik hoop een heel klein deel, van onze inwoners is minder verdraagzaam dan we in Hardenberg gewend waren. Wellicht is het wel onbekend, maakt onbemind. Maar een ander deel, en naar ik hoop veel groter deel, is vanuit sociale bewogenheid of vanuit hun praktiserend geloof aan de slag gegaan als vrijwilliger. Het diaconaal platform en een aantal particuliere initiatieven zijn opgebloeid. Geweldig om dat te mogen zien. Er bloeien in Hardenberg heel veel bloemen. En nu is het zaak om van die bloemen een kleurrijk boeket te maken en we juichen het dan ook toe dat er een verbinder wordt aangesteld. In de notitie wordt deze persoon ook wel aanjager genoemd. Wij denken dat het accent kan liggen op de verbindende rol, omdat er vele vrijwilligers niet hoeven te worden aangejaagd. Dus voor ons mag het woord aanjager vervallen en laat hem verbinder zijn. Integratie kan alleen als het tweezijdig is. Programma's en ontmoetingen organiseren alleen voor de nieuwe Hardenbergers, alleen voor hen, dat leidt niet tot integratie. Alleen in de ontmoeting zal er begrip ontstaan, zal de kans op meedoen worden vergroot en de verdraagzaamheid toenemen. Een tweede aandachtspunt is dat bij de arbeidstoeleiding goed gekeken moet worden naar het opleidingsniveau van de persoon, van de asielzoeker. In de notitie wordt het ATC, het arbeidstrainingscentrum, genoemd. En ik durf te zeggen, als geen ander in deze raad, weet ik dat het ATC is opgericht om jongeren die moeilijk bemiddelbaar zijn op de arbeidsmarkt toe te leiden naar werk. En iemand met een academische opleiding in zijn eigen land
heeft op het ATC, denken wij, niets te zoeken. We roepen de wethouder dan ook op om met het dienstbedrijf in gesprek te gaan om dit punt van aandacht, echt aandacht te geven en te kijken wat we voor deze hoogopgeleide mensen kunnen doen. Blijven is meedoen. Daar moeten wij als gemeente, gesteund door die vele vrijwilligers, aan bijdragen. Maar het is geen eenrichtingsverkeer. We mogen van onze nieuwe Hardenbergers ook iets verwachten. Integreren is ook de normen, de waarden, de gebruiken van ons overnemen. Laatst was ik in het ziekenhuis, een zaal van 4 mensen. Er lag een Somalische man en die had 10 mensen op bezoek. En die maakte nogal wat geluid. En een van de patiënten die net geopereerd was, die vroeg of het wat zachter kon. En toen zei een van die Somalische gasten, maar dat zijn wij in ons land gewend. Nou, laten we ook daar met onze statushouders, asielzoekers over praten, dat ze in Nederland wonen en dat ze ook een beetje zich aanpassen aan onze gebruiken. Het is een uitdaging voor de nieuwe Hardenbergers en een uitdaging voor de inwoners van Hardenberg die moeten wennen aan een kleurrijke stad. De fractie van de ChristenUnie is gemotiveerd om door te gaan met ons werk als raadslid vanuit het gedachtegoed van de ChristenUnie. Werken aan een stad waar het fijn wonen is, waar we er voor elkaar zijn, waar ieder zijn rol heeft, de een niet meer is dan de ander. Waar we tegen elkaar zeggen, iedereen, ook jij, mag meedoen. En we volgen daarin hem, naar wie we onze partij hebben genoemd. Hij heeft dat gedrag ons voorgedaan. Ik dank u wel. Dank u wel, heer Boersma. De Partij van de Arbeid. Mevrouw Luiten. Ik kan me voor een heel groot deel aansluiten bij meneer Boersma. Wij zijn het ook volmondig eens met het voorliggende voorstel. We hebben alleen nog wel de vorige keer, mede naar aanleiding van dit stuk, niet uitsluitend over dit stuk, nog een opmerking gemaakt over eventuele intensivering van de antidiscriminatiemaatregelen in deze gemeente. We overwegen een amendement op dit punt, maar we zijn eigenlijk heel benieuwd om eventjes de reactie van het college te horen voordat we dat indienen, omdat wij vinden dat je dat altijd moet bestrijden, wel een AZC, geen AZC of wat dan ook, maar in dit land is dat een grondrecht. En we zijn benieuwd naar de opvatting van het college hierover. Akkoord. Voorzitter, is het ja. Er hangt nu een amendement halverwege de vergadering zo'n beetje, geloof ik. Waar het college op moet gaan reageren, maar er valt niet zoveel te reageren mee, wat mij betreft. Ik hoor een vraag vooral in de richting van het college om nog in te gaan op de maatregelen, antidiscriminatiemaatregelen die hier zijn en ook hoe het college er tegenaan kijkt. Ja, dat klopt, meneer voorzitter. Ik heb de vorige keer aangekondigd dat ik vind dat we dat ook moeten intensiveren. Ik heb daar eigenlijk niet een hele duidelijke reactie over gehad. Wij overwegen een amendement tenzij het college een antwoord geeft waardoor dat amendement overbodig is. En dan zullen we het ook niet indienen. Oké, u gaat vooraf niet kenbaar maken wat het amendement betreft? Nou, we kunnen dit voorstel amenderen. Namelijk dat in dit voorstel ook wordt opgenomen dat het college daar beleid op zal ontwikkelen. Maar ik denk wel dat het zo netjes is om eerst even van het college te horen wat ze al doen en hoe ze daar zelf naar kijken voordat we dat voorstel op die manier amenderen. Akkoord, dank. De fractie van D66, de heer Rotemond. Voorzitter, dank u wel. De collega van de ChristenUnie had een mooi betoog, moet ik zeggen, waarbij wij ons grotendeels ook aansluiten. En in aanvulling daarop ben ik ook inderdaad benieuwd naar de maatregelen die worden genomen door deze gemeente wat betreft het tegengaan van discriminatie of het temperen van discriminatie in deze gemeente. Daarnaast hoorde ik in de oriënterende ronde, bijna in een bijzin, collegelid iets zeggen over woningen en het woningaanbod in deze gemeente, waarbij nadrukkelijk gekeken zou gaan worden naar wat innoverende vormen van woningaanbod. Ik hoorde de term tiny housing bijvoorbeeld voorbij komen en graag hierop nog een wat nadere toelichting van het college. En dat was mijn bijdrage voor nu. Akkoord, dank voor de bijdrage van D66, de fractie van het CDA. Mevrouw van Veldhuizen. Blijven is meedoen. Integreren is belangrijk. Het leren van onze taal is belangrijk. Passend werk en geschikte huisvesting zijn belangrijk. Alle initiatieven om statushouders en vluchtelingen te helpen zijn belangrijk. Het tegengaan van discriminatie
is ook belangrijk. En de CDA-fractie vindt het belangrijk om deze onderdelen te bundelen, zodat er vanuit één punt alle doelen kunnen worden nagestreefd en dat onze samenleving een prettige samenleving is en blijft. Akkoord, dank. De fractie van Op Koers.nu, de heer Kloekhorst. Ja, dank u, voorzitter. Voorzitter, op de eerste plaats heb ik eigenlijk de neiging om de heer Boesma even te laten schrikken. Ik sta grotendeels achter zijn betoog. Voorzitter, bestrijding en vervolging van discriminatie is een zaak van de landelijke overheid op basis van landelijke wetgeving. Dat willen wij ook zo houden. De gemeente kan echter wel wat doen aan voorkoming van discriminatie. En daar ligt onze accentsmissie iets anders. Wij zijn van mening dat openheid over het beleid bij het AZC, beleid dat grotendeels wordt bepaald door de COA, noodzakelijk is. Wat ons betreft mag het COA een tandje bijzetten. Ook over de huisvesting van statushouders moet niet geheimzinnig worden gedaan. Er is niets te verbergen. Laten we dan ook de schijn vermijden. Hier ligt de schone taak voor de gemeente en de woningstichtingen. Tot slot een blik op het verleden. Onze eigen geschiedenis met opvangcentra De Eik en Oostloorden leert dat het even duurt. Maar dat acceptatie niet onmogelijk is als iedereen meedoet. En ik wens hier ook echt wel mijn waardering uit te spreken voor de inzet van de kerken. Ik reageer eigenlijk op de geluiden die ik kan horen in de cafés en de kantines. Ik denk dat ik beide onder ogen moet zien. Dank u. Dank. En op koers nu de fractie van GroenLinks ten slotte. Ja. Dank u wel, voorzitter. Dank u wel voor uw woorden, meneer Boersma, maar ook het feit dat u dit een bespreekstuk heeft gemaakt, zodat we allemaal even kort kunnen zeggen wat wij ervan vinden en hoe dat voor ons ook voelt. Want soms is het niet alleen een zakelijke kwestie, maar gaat het ook over beleving en emotie en de menselijke waarden die je met je meeneemt, ongeacht je achtergrond. Wij maken hier beleid als het gaat over integratie en wij bedenken hier hoe je het beste zou kunnen doen. En het meest belangrijke onderwerp waar onze fractie ontzettend blij van wordt, is dat wij een regisseur gaan krijgen, een aanjager en ja, het liefst inderdaad een verbinder. Het is niet dat wij systemen hebben opgetuigd die niet werken, maar vaak sluit dat niet goed aan bij de vraag en de noodzaak van de samenleving. En zo'n verbinder zou juist kunnen kijken hoe je in de keten van al die prachtige initiatieven, dat het ook werkt bij de mensen wie het betreft, namelijk de nieuwe mensen in Hardenberg en alreeds inwoners van Hardenberg die daar ook mee moeten dealen. Ontmoeting is de enige manier om de ander in de ogen te kunnen kijken, om te zien dat daar een mens zit en niet alleen een cijfer of een land van herkomst. Als we dat met elkaar kunnen faciliteren, daarmee genees je en voorkom je ook discriminatie. Het begint bij ontmoeten. En wat ons betreft zou dit stuk een vaste grond moeten bieden en zouden de mensen die het betreft ook betrokken moeten worden. Niet alleen wij, maar inderdaad vrijwilligers en de nieuwe inwoners met elkaar te kijken wat er nodig is om een goede integratie tot stand te brengen. Dank u. Akkoord, dank u wel. Daarmee hebben we de eerste termijn afgerond en constateer ik op voorhand instemming met de nota die voor ligt. Alleen er zijn toch al een paar vragen voor het college gesteld, met name rondom antidiscriminatiemaatregelen. Ik kijk even naar de wethouder, de heer De Vent, of hij daar op in wil gaan op dit moment. Het woord is aan wethouder De Vent. Dank u, voorzitter. Dat wil ik zeker met alle plezier doen. Even een korte reactie ook naar aanleiding van de bespreking 2 weken geleden. Toen heb ik ook tegen u gezegd dat het zou mooi zijn als we heel snel weer aan de slag kunnen. Met de middelen die we hebben. En u heeft terecht gezegd, laten we ook het onderwerp de goede aandacht en de volle aandacht geven die het verdient. En dat heeft u vanavond weer laten zien met uw inspraakronde. Ik ga daar heel kort even op in en dan kom ik daarna terug op de opmerking ook vanuit mevrouw Luiten van de Partij van Arbeid als het gaat om antidiscriminatie. Meneer Boersma, u legt de nadruk vooral op de verbinder. Volgens mij hebben we dat ook vorige keer met elkaar besproken. Aanjager heeft misschien een wat andere klank.
maar bij elkaar brengen. En want u zegt het treffend, aan elkaar wennen. Maar aan de andere kant ook voor elkaar zijn. Dat zijn twee elementen die bij elkaar zouden moeten komen, volgens mij juist in die verbinding. Dus we zullen het accent bij de invulling van de functie op name leggen op de verbinding. En uw oproep om ook vooral te kijken naar het opleidingsniveau. Ik denk dat de inspreker de vorige keer nadrukkelijk heeft gewezen ook op het feit dat daar rekening mee moet worden gehouden. Hoewel dat in de praktijk natuurlijk niet altijd kan en gemakkelijk is. Maar we hebben die boodschappen goed begrepen. En we zullen ook in overleg met onze dienstenbedrijven en andere partijen die daarbij betrokken zijn, denk ook aan het UWV, kijken of we juist daar ook meer aandacht aan kunnen schenken. En volgens mij heb ik daarmee ook mevrouw Van Hoek de verbindende rol die u heeft geschetst nadrukkelijk benoemd. Meneer Kloekhorst, u spreekt met name over voorkomen van discriminatie. Ik denk dat het een mooie opmerking is die aansluit zeg maar, bij ook de opmerking van mevrouw Luiten. En terecht, maar daar heb ik de vorige keer al op gereageerd. Over wonen moeten we geen misverstanden hebben. De schijnvermijder heeft u nadrukkelijk gezegd. Volgens mij hebben we dat ook vorige keer met elkaar nadrukkelijk benoemd. En mooi dat u ook de inzet van kerken benoemt bij deze opgave. Dan mevrouw Luiten, van de Partij van de Arbeid. U vorige keer al een punt gemaakt inderdaad over het antidiscriminatiebepaling. Met name ook in het licht van de insprekers die hier zijn geweest. Ook in ieder geval de inspreker die dan heel nadrukkelijk een oproep heeft gedaan. Ook voor de Hardenbergse samenleving om hier eens goed naar te gaan kijken. Omdat hij heeft verteld dat hij dat ook ervaart. Dagelijks ervaart. En daar zijn we natuurlijk ook van geschrokken. Laat het ook helder zijn. En alles komt ook niet boven water, zeg ik altijd maar. En natuurlijk zou je kunnen zeggen, ja, we kunnen volstaan met artikel 1 van de grondwet, hè, antidiscriminatiebepaling, gelijkheidsbeginsel. Maar de vraag is natuurlijk altijd, wat gebeurt er in de Hardenbergse praktijk? Wat is dan die Hardenbergse kleur als we het hebben over antidiscriminatie? En ik denk zelf dat het wel eens interessant kan zijn om dat eens met elkaar te verkennen. Dus ik zou het met u volg willen afspreken dat wij, als het gaat om antidiscriminatiebepalingen, eens in gesprek gaan ook met partijen. En ik denk bijvoorbeeld ook aan het onderwijs, maar ook aan maatschappelijke organisaties. En misschien ook wel met werkgeversorganisaties. Eens kijken van hoe dat nou leeft en speelt. Om dat net eens met elkaar op te halen. En kijken van, geven wij daar in onze Hardenbergse praktijk ook handen en voeten aan? Zijn we ook bereid om met elkaar erover in het gesprek aan te gaan? Hebben we daar instrumenten voor? Nou, dat wil ik eerst eens inventariseren. En daar kom ik dan ook bij u mee op terug. Lijkt dat ook helder in zijn. Maar ik wil zo graag ook samen met u, want ik zie het ook als oproep ook vanuit uw raad zelf, samen met u die verkenning willen doen. Dat is wat ik wil zeggen. Mag ik daar een vraag op stellen? Ja, vraag voor de wethouder. Alvorens we de tweede termijn gaan, nog meer vragen of reactie in de tweede termijn? Mag ook. Dan beginnen we, ik stel voor om tweede termijn te doen, want ik kan me voorstellen een aantal anderen ook willen reageren. Begin ik bij de heer Gelling. Nou, voorzitter, dank u wel, want dat intrigeert mij wel, hè, want in alle stukken en alle overige communicatie heb ik eigenlijk nog nooit iets gelezen over de grootste vorm van discriminatie die nu hier ter tafel ligt. Ook bij de insprekers, bij de vorige vergadering, waren er 6 uit mijn hoofd van 4 vluchtelingen, ook daarover niets gehoord, daar hoor ik meer ambitie. Om de taal goed te leren en om heel snel mee te mogen doen. Dat was heel prettig. Laat ik maar 1 inspreker die daar op terugkwam, die hier vanavond zit, dus daarom durf ik het ook te zeggen, die ook nog wel wat politieke ambitie had. Dus ik vraag mij af, hoe ver is nou sprake van discriminatie? Het moet natuurlijk wel zo zijn dat we, zoals we zeggen, net goed ophalen en niet hier dus de sfeer neerzetten alsof wij Hardenbergers aan de lopende band lopen te discrimineren. Dat is 1. En 2 is ook dat, meneer Boersma zei het al, wij het ook wel heel belangrijk vinden dat u van de keerzijde ook uitgaat. Hè, dat u ook meeneemt, heel belangrijk, want ik heb meneer Boersma wel eens gezegd, een goede vriendin van mij gekleurd, wordt ook veelvuldig uitgescholden door ongeveer iedereen hier. Dat kan ook niet de bedoeling zijn. Dus ik wil wel graag dat u eens uitzoekt hoe erg is het, hè, voordat we onszelf stigmatiseren als buitengewoon discriminerend. En dan vervolgens met hele duidelijke maatregelen te komen om het op te lossen. Dan laten we vooropstellen dat hier in Hardenberg natuurlijk niemand gediscrimineerd wordt, ongeacht kleur, seksuele voorkeur of wat dan ook. Maar ik zou wel prettig vinden om daar een helder beeld van te krijgen, om de ernst van de zaak ook inzichtelijk te hebben. Mevrouw Hansen, D66. Dank u wel, voorzitter.
Ik hoorde de wethouder een hele rij opnoemen van instanties en organisaties waar hij mee in gesprek wil gaan. Hij heeft het over het onderwijs, maar ik zou met name ook benadrukken dat hij met de jeugd gaat praten. Want ik heb signalen dat met name binnen de jeugd soms situaties voorkomen die onwenselijk zijn, laat ik ze zo netjes benoemen. Voorzitter. Ja, de heer Brink. Mag ik mevrouw Hansen één vraag stellen, maar is het niet, is het onderwijs zo niet een heel mooi instrument om juist die jeugd te bereiken? Nou, ik wil hiermee alleen aangeven dat niet alleen met de leerkrachten en de organisaties, als er daarin gesproken wordt, maar met name met de jongeren zelf ook. En dat mag wat mij betreft via de ingang van de school, maar als er maar mee gesproken wordt. Akkoord. Dank. Mevrouw Van Hoek, GroenLinks in tweede termijn. Dank u wel, voorzitter. Vanuit mijn bruine ogen gezien en met dit gezicht voel ik me toch enigszins wat verwanter met dit onderwerp. In Hardenberg is niet zo dat wij nu opeens gestigmatiseerd worden als discriminerende mensen. Ik denk ook niet dat dat het geval is. En alhoewel ik blij ben dat de wethouder daar wat mee wil gaan doen en u praat met instanties. Maar volgens mij zou het gesprek op straat moeten plaatsvinden bij de mensen die het ontvangen en die het geven en welke reden daar toe zou zijn. Als je het formeel gaat benaderen, we hebben vorige keer gehoord dat het op straat gebeurt. Het is gewoon een stukje van onze samenleving. En uw nota wat hier ligt over integratie draagt bij aan dat stukje minder te maken en bespreekbaar te maken. Dat is niet dat wij hier een stigma op onze gemeente neerleggen. Dat is helaas ook een stukje onderdeel van onze samenleving die we liever niet zouden zien. Dus onze fractie ziet liever dat u nou niet gelijk een heel beleidskerstboom optuigt, maar dat u gewoon uw oor te luisteren legt en met de inwoners in gesprek gaat op de plekken waar die gesprekken plaatsvinden, om dan te kijken of er wel wat moet gebeuren, of dat we juist alleen maar in moeten steken op een stuk wat hieronder ligt, namelijk verbetering van integratie. Akkoord, anderen nog in tweede termijn? Mevrouw Luiten. Nou, zoals ik de wethouder heb begrepen, met de aanvulling van meneer Gelling, waar ik mij zeer achter schaar, gaat hij verkennen hoe groot is het probleem en komt hij met ambitieuze voorstellen over hoe we dat gaan doen. Dus ik ben daar wat dat betreft, of voor dit moment, reden over. En dat betekent dat we wat ons betreft dat amendement geen noodzaak zien om dat amendement in te dienen. Prima. Mevrouw Van Veldhuizen en dan de heer Bakhuis. Ja, dank u wel meneer de voorzitter. Ik ben het voor deze keer op grote lijnen eens met mijn overbuurman. En dat, daar kunnen we ons grotendeels in vinden, want we zijn ook een beetje bang als je dit echt als een item gaat benutten, van we moeten dit tegengaan of we moeten dit bestrijden, dan ga je voorbij aan het goede van een goede integratie en ga je het een negatief imago meegeven. En dat is niet de bedoeling. Iemand uit wat voor land dan ook die goed geïntegreerd is, die wordt ook veel en veel minder gediscrimineerd. En laten we daar naartoe gaan werken. En dan is voor ons dit voorliggende stuk voldoende. Gaat het over de centen, dan kun je altijd met een jaar nog bekijken. Komen we wat tekort, gaan we het even heroverwegen of er meer geld naartoe moet. Goed, de heer Bakhuis. Ja, het is ongelooflijk, maar ik sluit ook een beetje aan bij de stelling van de heer Gelling. In de oorronde werd nogal generiek gesproken over het item van die discriminatie. Maar ik vroeg mij af of de wethouder misschien ook in die verkenning kan meenemen of het te maken heeft met bepaalde, ja, laten we maar noemen, leeftijdscategorieën. En dat is ook een beetje een reactie op wat mevrouw Hans zegt, van we kunnen naar het onderwijs gaan kijken. Maar het onderwijs is basisonderwijs, is voortgezet onderwijs, is middelbaar beroepsonderwijs, noem maar op. Misschien kunt u dat in uw verkenning meenemen, daar ben ik erg nieuwsgierig naar. Dank u. Akkoord. Anderen nog in tweede termijn, anders wou ik de reactie van de wethouder nog een keer vragen. Mevrouw Hansen nog, en dan gaan we naar de wethouder toe. Dan kunnen we kijken of we tot besluitvorming kunnen overgaan. Een hele kleine vraag is, naar aanleiding van mevrouw Luiten, maar wanneer kunnen wij een en ander verwachten qua opleveren? U wilt een toezegging van de wethouder. De heer De Vent, nog kunt ingaan op de vragen die gesteld zijn in de tweede termijn. Ja, dank u wel, voorzitter. Nou, ik denk dat de aanvullende opmerkingen heel helder zijn. En ook een oproep zijn en terecht ook, zoals de heer Gelling het schetst, niet vanuit op voorhand een negatief beeld, maar het beeld schetsen. Want dat is wat u volgens mij nadrukkelijk ook zegt. En dan komen we met het beeld ook terug.
En dat kan wel eens anders zijn dan we vermoeden misschien met elkaar. Dat zou heel goed kunnen. Dus laten we er ook vooral heel objectief, transparant met elkaar over hebben. En ja, laten we ons ook niet beperken tot groepen, zeg ik dan maar. Hè, want dat zou ik ook niet goed vinden. Dus ook niet de leeftijdscategorieën. We hebben natuurlijk het onderwijs benoemd, omdat we dat een belangrijke speerpunt vinden. Maar wat ons betreft staan die groepen staan breed open. En ik ga ook niet komen met, mevrouw Van den Hoek, als u dat denkt, met een zeer uitvoerig beleidsdocument. Ik vind dat we hier, zoals we dat vaker hier doen, in deze zaal ook een gesprek daarover kunnen voeren met elkaar. Weet u? Dus er zijn meer mogelijkheden, niet alleen hier, maar ook elders, om het gesprek daarover te voeren. En dan het net op te halen. En dan kunnen we misschien in één A4'tje wel duidelijk maken hoe het ervoor staat. Weet u? Zo kijk ik ernaar. Dus ik ga hier niet een kerstboom optuigen die ik ook niet wil. Dus laat het ook helder zijn, voorzitter. Volgens mij zijn opmerkingen daarmee helder verwoord. En de opdracht is helder. Wij gaan aan de slag. Akkoord, dank u wel. Ik stel voor om over te gaan tot de stemming. Ik heb nog geen termijn gehoord, voorzitter. Mevrouw Hansen, de termijn inderdaad waarover u het nog had, waarop een en ander zal plaatsvinden. De heer Vent, dat is dan de termijn. Ja, ik communiceer even op afstand. Even contact, op afstand hier. Maar laten we afspreken dat we eind oktober bij u terugkomen. Akkoord. En als we nu een besluit nemen over dit stuk wat voor ligt, dan worden natuurlijk ook een aantal dingen gewoon al in gang gezet. Is er behoefte aan een stemverklaring vooraf over dit stuk? Dat is niet het geval. Dan vraag ik u, kunt u instemmen met het bespreekstuk gevolg toename aantal asielzoekers statushouders? Dat is het geval. CDA-akkoord, ChristenUnie-akkoord, GroenLinks, VVD, D66 op koers met nu Partij van de Arbeid. Algemene stemmen van de aanwezigen hier. Akkoord en al dus besloten. Brengt ons bij de hamerstukken van deze raadsvergadering. Agendapunt 7. Algemene voorziening huishoudelijke hulp gemeente Hardenberg. Eigen bijdrage in de verordening. Oriënterend aan de orde geweest. Behoefte aan een stemverklaring. In ieder geval u kunt instemmen met het voorstel zoals het voor ligt. Dat is akkoord. Algemene stemmen aangenomen. Agendapunt 8. Wat is de lijst met ingekomen stukken van de raadsvergadering van vanavond? Akkoord met de wijze van afdoening. Akkoord. Punt 9. De rondvraag. Behoefte om gebruik te maken van de rondvraag. D66, de Partij van de Arbeid. Mevrouw Hansen. Dank u wel, voorzitter. Ik hoorde de wethouder eerder vanavond zeggen heel snel aan de slag kunnen. Dat vond ik een heel mooi citaat. Inmiddels is het bijna een jaar geleden dat wij raadsbrede motie aan hebben genomen om over te gaan tot een inrichting van een functie sociaal ombudsman. We zijn nu bijna een jaar verder en tot op heden zijn wij het spoor een beetje bijster en vragen we de wethouder ons in te lichten waar wij op dit moment staan en wanneer wij daadwerkelijk over kunnen gaan tot het publiceren van er is een ombudsman in Hardenberg. Akkoord. Ik kijk even naar de wethouder. Wilt u daar direct een antwoord op geven? Kunt u dat op dit moment? De heer De Vent is aan het woord. Dank u wel, voorzitter. Ja, het klopt wat u zegt. We zijn inmiddels wel een jaar onderweg, maar er is wel het een en ander gebeurd, zoals u weet. Want we hebben u nadrukkelijk als raad, omdat het ook vanuit uw raad kwam, betrokken bij het hele proces. We hebben voorbeelden gezien vanuit de praktijk elders die we hebben getoond. En volgens mij is er samen met de ambtelijke ondersteuning gewerkt aan de uitwerking van een model. En wat ik begrepen heb, komt het model hier nog terug. Voor, als keuze, zeg maar, waar sluiten we bij aan? Dus volgens mij komt hij op korte termijn. Ik weet niet precies wanneer, maar hij is klaar voor bespreking. Dus en ik kijk terug op een heel goed proces. Ook al heeft het langer geduurd, maar kwaliteit voor tijd. Dank u wel. Alweer een mooie uitspraak van deze wethouder. Akkoord, daar moet u absoluut genoeg meenemen, schat ik zo in. Voor dit moment. De heer Mulder, Partij van de Arbeid. Dank u wel, voorzitter. Ons is vanuit het gezamenlijk overleg van raadsleden uit Ommen, Dalfsen, Zwolle en Hardenberg, waar verschillende fractieleden van verschillende aanschuiven, ook onder andere vanuit de ChristenUnie, is naar voren gekomen dat de gemeente Zwolle en Dalfsen met de provincie in gesprek zijn over snelle fietsverbindingen. Ommen heeft ook al eens aangegeven hier onder andere via een bericht een sensor aan te willen haken. En de PvdA-fractie wil de wethouder of de portefeuillehouder vragen hoe ver Hardenberg hierbij betrokken is.
En als dit nog niet het geval is, of het nu niet het moment is om aan te haken, en ook zeker met het oog op het imago van Aardenberg als ook fietsgemeente. Een vraag over de snelle fietsverbindingen, de projecten die lopen in de provincie en in hoeverre Hardenberg daarbij is aangehaakt. Even naar de heer Jansen. Ik ken de projecten die lopen, die hebben inderdaad zijn begonnen met, als het ware, met Zwolle als ster. En mensen via zeg maar, verbindingen van 15, 17 kilometer ook op de fiets naar Zwolle te krijgen en daar het autoverkeer weer tegen te gaan. Vervolgens zijn er een aantal initiatieven geweest om te proberen dat we te verbreden. Ik weet ook dat vanuit deze raad daar wat aansluiting gezocht is en dat er ook wordt gekeken naar Hardenberg via Ommen naar Zwolle. Ik ben er zelf een beetje op de zijlijn bij betrokken en een van mijn ambtenaren is daar ook bij betrokken om te kijken van liggen hier kansen en kunnen we iets. En als voorbeeld hebben we zelf al naar binnen geschoven. Er ligt vanaf de Witte Paal tot Zwolle ligt al een prachtige fietssnelweg. Dat is de vroegere parallelweg. En vanaf de Witte Paal tot Hardenberg en tot Coevorden, maar ook in ieder geval tot Hardenberg, wordt de 34 opgewaardeerd. En gaan er een aantal oversteken uit. Dat heeft ook consequenties voor de parallelweg. En ik heb alles gepleit voor opwaardering van die parallelweg, om daar het ook voor fietsers veiliger te maken. Nou, daar zitten nogal wat haken en klemmen. Die hebben alles te maken met budgetten die de provincie heeft. Met andere woorden, daarmee zeg ik dus dat het maken van vrije plannen nog wel aardig is. Maar één fase verder komen om ze ook echt in te koppen is nog een stukje lastiger. Dus we zitten nog een beetje in de verkennende fase en we hebben deze met voorrang naar voren geschoven, omdat we hier misschien nog werk kunnen maken. Maar ik ben nog niet zo ver dat ik u hoofdvol durf te maken. Maar we zijn wel aangesloten en we raken steeds beter aangesloten. Maar het is toch wel heel veel, maar laat ik het niet luchtfietsen noemen. Het zou een beetje al te flauw zijn, maar nog niet heel erg concreet. Akkoord. Verschillende initiatieven, maar moeten nog verder worden geconcretiseerd, constateer ik. Voldoende voor dit moment. Komt ongetwijfeld nog terug op de agenda. Anders nog voor de rondvraag. Dat is niet het geval. Dan kom ik toe aan het laatste onderdeel van deze vergadering. Zijn er de sluiting. Ik sluit deze raadsvergadering van dinsdag 16 mei. Ik stel voor dat we vrij snel doorgaan met de oriënterende ronde. Dank.